Oh man, hey. Hey. Nou het verlossende woord, kunnen we naar Barcelona ja of nee? Wij zijn Ponkers en je kijkt naar een nieuwe aflevering waarin wij gaan kijken wat je allemaal voor elkaar kan krijgen als je doet alsof je meedoet aan jachtseizoen. Ja, en mocht het nou net zo zijn dat ik mijn moeder even achter de naaimachine heb gezet en die heeft twee van die pakjes voor ons gemaakt. Wat ben jij erg voor je moeder, hè? Ja, wat kunnen we hiermee fixen? Ik ben echt heel benieuwd. Hoe ver gaan wij komen? Zo, heren van Ponkers. Jullie denken dus echt dat jullie dingen voor elkaar weten te boksen met zo'n jachtseizoenpakje? Ja, natuurlijk kunnen we dat. Straks gaan de deuren van jullie cel open en dan mogen jullie proberen te gaan overleven als nep jachtseizoenkandidaat. Jullie krijgen een GPS-tracker mee en om de 10 minuten geven zij exact jullie locatie door. Daar doen we trouwens helemaal niks mee. En als jullie binnen 24 uur zo ver mogelijk zien te komen, dan mogen jullie volgend jaar meedoen aan het echte jachtseizoen. The real deal. Nou, succes Jep. Sorry, maar ik word heel moe van het luisteren naar jullie gezeik. Echt waar. Laten we maar eens de cel ingaan. Ja. Hey, Jep. We hebben één voordeel. En dat is dat we niet achterna worden gezeten. En dat we alles mogen gebruiken. Heerlijk. Telefoon, laptop, alles. Het lijkt mij wel heel vet om bijvoorbeeld naar Texel te gaan. Kijken of we met de boot kunnen gaan. Maar weet je wat het is? Als die boot niet lukt, dan zit je helemaal daar en dan moet je met de trein weer terug. Ja, ik zat dus ook te checken van, je kan op Texel, kan je met een vliegtuig. Maar ik zat net te kijken. En die gaan niet in dit seizoen. Ja, maar kijk, ze hebben natuurlijk 4 uur de tijd. We hebben 24 uur de tijd. Lukt het om ons naar het buitenland toe te gaan? Ja, gast, dat kan toch bijna niet. Het is nu 10:30. Laptop. Zal ik eens even koekeloeren? Ik wil nou, iets warms eigenlijk. Ja, nou ja, ik moet ook even realistisch denken. Hoeveel vluchten gaan er op een dag vanaf Schiphol? Natuurlijk een hoop. We moeten het gratis zien te regelen. Ik wil niet te ver. Dus dan denk ik al gauw aan een Londen. Binnen Europa, dat wel. Ja, wel binnen Europa. Wat hebben we in de aanbieding in Europa? Nou, Londen is dichtbij, Parijs, Hamburg zou kunnen, Berlijn. Gast, ik zie ons al lopen met die pakjes. Die pakjes op Schiphol. Ik denk dat we meteen met de Marseille mee mogen. Ja, maar wacht even, je hebt nu Parijs. Is er niet iets warmers? Oké, Barcelona! Tok, tok, tok. Ik zie mezelf al zitten met een cocktail aan de Spaanse zon. Doe eens even normaal. Denk na. Stel dat wij vanavond in... Hey, gast. 2:30, rechtstreeks, hè, daar ben je. Dit kan wel, hè. Dit kan wel. Zullen we gewoon KLM opbellen? Goedemorgen, KLM. Ik spreek Monica, waarmee kan ik geweest zijn? Hi, goedemorgen Monica. Je spreekt met Noah. Ik ben op zoek naar iemand van de communicatie- en marketingafdeling. Ik zit hier naast Jesper, wij zijn van het YouTube-kanaal Ponkers. En wij doen mee aan Jachtseizoen, dus een online tv-programma. En het doel is eigenlijk om zo lang mogelijk uit handen te blijven. Het ding waar wij nu aan zitten te denken is om uit Nederland te gaan. En we wilden eigenlijk overleggen of jullie daarbij zouden kunnen helpen. Oké, maar je neemt deel of... Ja, wij zijn de kandidaten. Oké, ogenblik alsjeblieft. Dankjewel. Ja, het zou leuk zijn. Oké, dank u. Dag. Dag. Zouden we hier gezeik mee kunnen krijgen met... Ja, het is mogelijk. Je gebruikt wel in principe iemands naam, maar tegelijkertijd is het heel algemeen. Jachtseizoen. Oké, wat we doen, ik ga even heel gauw dat mailtje tikken. En dan moeten we ondertussen iets anders proberen, nou? Ja. Tijd begint te dringen. Ja. Het is nu... Over 2,5 uur gaat het... Oké, een vlucht van Transavia. Laten we Transavia bellen. Ja, oké. Ik ga iemand bellen bij Transavia. Nee, dat is zo'n klootzak. Ja, hoe denk je dat ik me op dit moment voel, gek? Maar daarom laat ik jou ook bellen. Met Noah, bel ik gelegen? Ja hoor. Ja? Ben jij een beetje in voor ludieke acties? Een ludieke actie? Ja. Oh jee. Jesper en ik zijn bezig met een video voor Ponkers, waarin wij als jachtseizoenkandidaat zo ver mogelijk proberen te komen. Wij zien dat er door Transavia gevlogen wordt vanmiddag op Barcelona. Zou je ons kunnen helpen aan twee plekjes aan boord? Jeetje, dus gewoon
Barcelona. Ja, ja, en natuurlijk wel weer terug, maar zou je ons kunnen helpen? Oké. Ik ga even kijken en dan bel ik je terug. Ik zweer het je. Dit is gruwelijk als een flitje, jongen. Oké. Moet je nu naar Akkoude? Ja, jij moet je paspoort. Ik moet mijn paspoort hebben, want ik heb helemaal geen paspoort. We moeten het maar even op de gok nemen dat dit gaat lukken. Jij hebt je paspoort nog thuis liggen, dus hoppatee naar Akkoude. Oh ja, trouwens. In dit jachtseizoen wordt er 24 uur gespeeld en mag er geen geld worden gebruikt. Oh yeah, let's go. Wel mogen de heren hun telefoons gebruiken. En net zo lang in een voertuig zitten als ze zelf willen. Heerlijk, zo je eigen spelregels verzinnen. Nou ja, zeg, yes. Oh, hoor je dat? Hoor je dat? Oh! We weten nu waar we zijn. Ondertussen denken de mannen alvast na over hun vluchtroute richting Schiphol. Ik kan ook mijn vriendin even proberen. Dit kunnen we doen. We kunnen mijn auto pakken. Ja. Dan rijden we naar Aalsmeer toe. Ja. Stap je niet daarin, rijd je niet al eens naar dingen. Het is toch onderweg. Ja, daarom. Dus dan doen we het zo. Ja, top. Ja, top. Leuk, nice. Leuk. Fuck it, chill. Het is zo snel mogelijk naar Schiphol. Ik zweet. Kanonen. Kijk, we weten eigenlijk nog helemaal niet of het gaat lukken, ja of nee. Dat is wel heel erg. Ik durf mijn telefoon ook niet te openen. Jawel, ga even kijken. Heb je al wat gekregen? Ja, hij was aan het typen. Gast, ga kijken dan. Ja, hier, hou beet. Hij vraagt om twee personen trouwens. Ik zeg ja, twee personen. En dan vraagt natuurlijk, what's in it for us? Ja, ik zeg, nou, ja. Een hele dikke shout-out. dit is letterlijk wat ik stuurde. Oh, serieus? Okay. Uitstappen rechterzijde, overstappen op bus 21 en trein. Chillen aan Duivendrecht is. Je hoeft niet in en uit te checken. Top! Alles wat ik zag, doos deze, dat was geld. En alles wat ik zag, doos deze, dat was goud. We waren als de dieven op de vlucht. We waren als de dieven op de vlucht. Hey, bedankt voor het meerijden. Bedankt voor de lift. Hey, nou, hoor je dat? Wat? Het piepje. Ze weten dat we in Apkoude zijn. Nee, joh, gek, dat is de OV-dingetje, toch? Oh! Waar heb jij je fiets staan? Ja, hier. Is dit hem? Oké, let's go. Yeah. Zo, nou, dat is een lekker velgje wat je hier al hebt, hoor. Hey. Want we zijn dieven op de vlucht. Ja. Ik ben helemaal kapot. Ik zweer het je. Hey, Noah. Ja. Laten we de offline-button indrukken. Ja! Offline. Nou, je hebt heb je jezelf even opgefrist? Ja, ik heb mezelf Jeetje even... Jeetje gast, jij zweet als nog een steeds? Malle. Ja, gek. Ja, ik vind het gewoon spannend. Ja. En op dit moment kan nog steeds alles worden opgefokt. Het kan. Ik zit namelijk aan het stuur. Hey! Vamos a la playa! Yes! Hey, met file ga ik gewoon op, oké. Vlug stroken, jongen! Pas op, hij heeft echt een biertje op. Oh shit. Gozer. Wij rijden nu met de auto richting Schiphol, maar wij moeten die auto ook nog verlozen. Nee, dus wat heb jij geregeld? Voor mee. Oh, jouw vriendin die geregeld. Ja, natuurlijk. Jongen, echt ongelooflijk. Het meisje van me. Overal goed voor. Hey. Janita! We hebben haast! Nee, we zijn op de vlucht! Hey, hoor je dat? Wat? Die blieper gaat eraf. Oh. Janita, ik hoop wel dat je beter of sneller rijdt dan Jesper. Dat is zo, alsjeblieft. Hey, joh, gek. Ja, je hebt nooit viewers gekeken. Hoppakee! Oh mijn god! Doe je hem op. Wat een mogolie, je mag nu 130. Nou Janita, je rijdt lekker hoor. Zo. Ik had het idee. Hey, 10 minuten hè? Ja. Oh, je bent een schat. Nou, kijk, hallo. Oh, sorry. Nou, kom je toch? We zijn er al, hè? Anders missen we onze vlucht. Als het nu gewoon één grote joke is, ja, dat zou echt kut zijn. Dat zij ons gewoon in de zeik geven, ja, dat we hier komen voor saus. Weet je nou, natuurlijk niet. Wij zijn bij vertrek al 3. Zitten we dan een beetje in de buurt? Wij zijn bij vertrek al 1. Bij vertrek al 1? Oké, nou komen we ook die kant op. Oké,
Yo, tot zo, yo. Alles wat ik zag door steeds, dat was geld. En alles wat ik zag door steeds, dat was goud. We waren als de dieven op de vlucht. We waren als de dieven op de vlucht. Dankjewel. Noah. Jezus. Hey. Oh man. Hey. Hey. Nou, het verlossende woord. Kunnen we naar Barcelona, ja of nee? Ja? Ja? Oh, dankjewel zeg. Oh, dat niet. Jammer. Oh man. Nou, lekker houden. Oh, wat vind je. En jullie ook, jongens. Top. Echt bedankt. Yes. Succes man. Wat heerlijk dit is ermee. Hè? Dankjewel. Oh, nou, nu moeten we gaan. Ja, man. Oké. Okay. Succes. Hey, toppers. Dank jullie wel. Yo, doei, doei. Oh, shit. Hoe je dit, hey, hoor. Jongens, dank jullie wel. High five. Je paspoort? Ja, dank je wel. Gast. Laatste 20 minuten hoor ik net. Hoeveel minuten hebben we nog? Nee, ik vroeg of jullie nog 20 minuten hadden. Oh. Zo. Wow, je maakt mij even bang hier, hoor. Ik krijg een pop-up scherm. De meneer, ze krijgen geen stoelen. Zou bij de nooduitgang kunnen zitten? Ja hoor, zeker. Zou heel goed kunnen. Is meer beenruimte. Oh, lekker. Nu begin ik trouwens ook wat te zweten. Ja, lekker pik. Oh. Rot op, man. Hey, heb jij eigenlijk een snor? Zweetsnor. Heeft geen bagage bij u? Nee, zeker hoor. Niet. Ga morgen weer terug. Ja, nou, succes hè, man. Dankjewel. Succes. Yo, dankjewel. Dit is fantastisch. Al die mensen denken echt, dit was mijn meest. Hebben jullie ook een tracker? Maar ik heb wel trek, dat wel. Ja, en ik heb trekker. Voordat de mannen de lucht ingaan, willen ze nog een glaasje sterk om het te vieren. Stelletje alcoholisten. Zouden wij het mogen proberen? Ja. Nou, lekker. Ja, je moet wat doen, hè, als je geen geld hebt. Ja, ik kan het zeggen. Doe maar een extra shot van Noah. Dan slaat hij lekker in de frieten. Kijk, yes, wat lekker. Dankjewel. Nou, bij deze wil ik een toast uitbrengen. Op jachtseizoen. Dat jullie voor het mogelijk maken dat we dit groot. Dank jullie wel, heerlijk. Wie had dat gedacht, joh? Toen ik vanochtend opstond, dacht ik bij mezelf, oké, wat gaan we doen als jachtseizoenkandidaat? Ja, ik dacht aan alles op Barcelona. Ik voel me geweldig. Ik voel me super. Goud. Ja, die oranje pakken vallen op. Ja, je wordt herkend in je oranje pakje. Oh, dat meen je niet. Ja, jawel. Ik weet het niet. Je bent zeggen niks. En ze vallen wel zo erg op dat Jesper en Noah meteen nieuwe vrienden hebben gemaakt. Ja, okay. We worden hier aangesproken door Emiel. Hallo Emiel, alles lekker? Ja, zeker. Ja, je hebt het koud? Ik heb het hartstikke koud. Ik heb het hartstikke koud. Maar je gaat in ieder geval wel naar Barcelona ook. Zeker. En jij zegt, wat zeg je nou net? Ik ga jullie vanavond inviten om met me mee te gaan. Deze uitnodiging neem ik graag aan. Jongen, dankjewel. Nice. Ga de lucht inhalen. Wij gaan op vakantie voor een dag. Lekker. Yep. Zie je dat zwarte busje daar beneden? Oh ja. Hey Giel, boodschap. Nou Jep, ik weet niet of dat Barcelona is, maar ik zie land. Ja. Barcelona. Muy bien. FIFA España. Oké, okay, luister, we hebben al iemand ontmoet in het vliegtuig. En die wil onze. Oh, maar we hebben eerst wat anders betalen. Ja. Hoi. Hey. Ja, we gaan even een foto maken. Nog een boodschap aan Stuk TV? Ah, succes! Versta je trouwens allemaal wat ze zeggen? Huh? Hables español? Un poco? Nee, ik spreek echt geen woord Spaans. Nee, ik wel wil je zeggen. Ja, oh ja, een beetje. Dat weten jullie niet, maar Noah die heeft dus een cursus Spaans gedaan. Nou, nooit afgemaakt. Ongelooflijk, dat is een school, heeft hij ook niet afgemaakt. Hiernaast ons is Emiel. Emiel die kwamen we tegen in het vliegtuig. En Emiel, jij bent heel toevallig ook onderweg naar... Barcelona. Het centrum. Dus nu is eigenlijk de vraag, mogen we met jou... Zou je voor ons het reisje kunnen fixen? Ik ga alleen maar op pad met echt gaais. Zijn jullie wel een beetje... Oh! Wij zijn gaais hosselaars. Tot de max. Okay. Nou, dan mogen jullie met me mee en dan betaal ik een dipje voor jullie, boys. Hoppakee, lekker man. Hey No, zie jij wat ik zie? Oh, ik zie gewoon palmbomen, man. Ja, gek. Gast, dit geeft toch een ultiem vakantiegevoel?
joh. Op vakantie voor een dag. Ik vind hem helemaal goud. Wie had dit gedacht voor nog een idee? Ja. Moeten we het eigenlijk in stijl doen of moeten we eigenlijk moeten we met de bus gaan? Nou, wij hosselen. Wij hosselen graag het liefst zo erg in stijl mogelijk. Ja? Nou, gaan we met een taxi. Ja, oké. Okay, ja? Okay. Geen limo taxi. Oké. Okay. Ja, we gaan met een taxi dan. Alright. Lekker met de mannen, 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 ontspannen. Lekker met de mannen, 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 ontspannen. Lekker met de mannen, 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 ontspannen. Lekker met de mannen, 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 ontspannen. Emiel, mogen we met jou mee een biertje doen ergens? Ja, zeker. Hopen dat het maatje van je het ook even. Ja, oké, jongens, even serieus. Hij weet dus niet. Ik heb gezegd, er komt een verrassing uit Nederland. Het is niet één verrassing, maar twee. En ik heb geen idee hoe die reageert. Jij geeft de verrassing, die lapdance, oké? Okay? Die mag je zelf geven, baby. Hey, jongens. Hallo, Sino. Voilà, super megaro. Je hebt één keer een liedje geluisterd van die jeugd van tegenwoordig. Dat is ook gewoon oprecht het enige Spaanse wat ik ken. Mooi buen. Ik voel me wel helemaal thuis hier. Cheers. Cheers. No, ik zweer het gast, deze pakken moeten we aanhouden. Dit wordt de key. Ja, het jachtseizoen is geopend. Hey man, ik ben Noah. Tom, Noah. Hey, Jesper. Ja, die gasten hebben dus een mooi avontuur. Eigenlijk geen cash. En we hebben het voor elkaar gekregen om een gratis vlucht naar Barcelona te hebben. Morgen vliegen we weer terug in de ochtend. Oké. Nu 's ochtends. En nu zijn we gedaan dat we het biertje regelen. Want dat aankomen. Ik voel hem wel aankomen. Dat hebben die oranje boefjes toch maar weer goed weten te regelen. Ja, dan wordt het toch nog billetje balletje in de lift. Jezus crisis. Ja, hallo Jeppe. Hallo. Ja, Noorderman. Ja, wacht even. Het deurtje moet wel dicht, jongen. Dit is echt de kleinste. Zo, ja, ik moet dicht. Ik moet even een deurtje dicht. Ja, ik moet je even drukken. Altijd vol verrassing, hè, jij. Ja. Nou, dan zijn jullie de juiste persoon tegengekomen, denk ik. Ja, toch? Hey jongens, alvast bedankt. Welkom. Heerlijk. Wat een rare avontuur is dit, zeg. Wat een rare avontuur. Zitten we dan? Nou, 6 uur geleden zaten we nog te stressen om jouw paspoort en... Na een goed glas rode wijn worden Jesper en Noah met €20 op pad gestuurd voor wat lokaal gebrouwen gerstenat. Oftewel, een lekker speciaal biertje. Nou, we gaan even bieren halen. Sta je in één keer in Barcelona bij random iemand thuis? Ja, wat is dit nou weer? Soms denk ik bij mezelf, het lijkt allemaal zo makkelijk te gaan. Maar goed, we moeten niet vergeten, we moeten nog wat eten en een slaapplek in principe regelen. Ja, ik ben ook wel van mening dat we wel even een hotel moeten fixen. Ik vind het ook te makkelijk als we hier het gaan vragen. Nou, tijd voor een lekker Spaans speciaal biertje. Dit vind ik wel leuk uit te zien. Do you know what's a good special beer? Barcelona. Barcelona. Yes, that's a good one? Oh, de Barcelona, ja. Het is een IPA'tje ook, lekker man. Hoeveel zullen we er halen? Voor ons alle vier... 2? Ja, doe maar. Ja. Maar. Nee, nog 2 dan toch? Nee, we hebben er daar 4, hè? Ja, je hebt er nu 2 in je hand. Ja. Dus 3. Ja, we zijn met z'n... 4, hè? Zo, Noah, je hebt 1 wijntje op, gast. Ik hoop dat we nog geld hebben nou. Ik hoop het ook. Oké, nou, we hebben €20 meegekregen. We gaan het niet halen. We gaan het niet halen? Nee. We gaan het niet halen. You only have €20. Alright, thank you. Dan hebben we er 1 te weinig. Lang voordat we begonnen zijn. En dan moeten we straks nog langs die hotel, zie je. Ja, nou, is het niet verstandig om eerst even langs die hotels te gaan? Wat bedoel je nu? Ja. Maar we moeten eerst even wat eten. Ja. Nee, dat gaan we niet doen. Nou. Ik doe nog 1 biertje. Nee, dat lijkt me geen goed idee. Hoezo? Wat is je mis? Dat gaan we niet doen. Je zit er gewoon. Muchas gracias. Nee, dat gaan we niet doen. Wat is dit nou weer? Wij gaan eerst even. Wat? Nee, maar ik weet hoe jij bent als jij wat gedronken hebt. Hoezo? Dan ben ik super gezellig. Ja, dan ben je zo. We moeten nog eventjes naar de binnenstad gaan, jongens. Ja, en dan heb ik de hik. Ik heb de hik. Hoe kom ik hier vanaf? Mijn vriendin zei als je nadenkt over iets. Dat het dan helpt. Misschien moet je nadenken over het leven. Is er leven na de dood? Is dat nou?
Noah. En de hik. Noah, jongen, je bent echt fucking lam, ouwe. Ja, nou, precies. Nou, nee. Nee, hoezo? We moeten dat biertje toch even brengen. Wat denk je dan? Dat je met een zak vol met bier en even binnenkomt? Ja, nee, dat is een goed idee. We want to sleep in your hotel because we are surviving for 24 hours without money. Nou, ik zou het doen hoor. Ik zou akkoord gaan. Ja, prisoners. Ja, ik zou akkoord gaan. Can we sleep? En dan zegt hij tegen mij dat ik nu al dronken ben van 1 meter. Hey, hallo, ik ben gewoon een super goede acteur. Is dit onze eerste ruzie in de nieuwe formatie? Ik denk dat ik een formatie. Nee, maar die biertjes moeten we wel dan eerst afgeven. Ik vind het een beetje aasen om met bier en al binnen te komen. Ik zeg, joh, luister, we gaan hier voor 24 euro. Dat kan toch niet? Maar jij denkt dat het wel lukt als je met een dubbele tong praat? Nou, dan spreek ik in ieder geval beter Spaans. Yo quiero... Yo quiero bailar. Es la noche. Baila, baila, baila. No, ¿eh? Un, dos, tres. Nou, met die Spaanse taal komt het wel goed zo te horen. Oké, cerveza. Heb je 20 euro goed opgemaakt? Ja, goed zo. Goed. Maar we hebben dus één te weinig. Het geld is op. Ja, die zijn lekker. Deze is lekker. Ja? Neem jij die? Goede lokale brouwerijen. Wat je morgen ziet in deel 2 van 24 uur overleven als jachtseizoenkandidaat. Hey, en mochten we nou vanavond geen slaapplek vinden? Dan wens ik jullie heel veel succes. Gerard, hasta luego. Oh man, ik ben blij dat ik nog leef. Gast. Zo, die man die was gek, jongen. Gast, dit is tering luxe, man.